gezellig. En dan nu? Hallo kijkers. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zei mijn oma altijd al. De afgelopen week was ik als reisbegeleider voor reisbureau De Gouden Engel in Kassel bij de Documenta. Dat is de grootste tentoonstelling voor beeldende kunst ter wereld. Hij duurt tot 9 september. En als u binnenkort een weekend over heeft, dan zou ik zeggen, ga gerust naar Kassel toe. Het is beslist de moeite waard. U kunt daar heel bijzondere dingen zien. Nederland is aan het vergrijzen. Er zijn gebieden waar de leegloop naar de grote stad duidelijk zichtbaar is. In Kassel hebben ze daar ook mee te maken en het bestuur vergrijzen daar rustig mee. Toen dat vergrijzende stadsbestuur daar besloot om meer geld aan de ouderen te besteden en niets meer aan de jongeren wilde geven, heeft Ralf Rabe van cultureel centrum Arm, what's in a name, besloten om van hun laatste subsidiegeld een speelplek voor senioren te maken. Hier ziet u de speelplek. Een rolstoel aan 4 kettingen, 2 rolstoelen op een wipkipveer en 1 wip voor grootouder en kleinkind. En als topper natuurlijk de rollatordraaimolen. Aangezien ze hier in Nijmegen op bestuurlijk niveau ook vaak niet verder kunnen kijken dan hun neus lang is en denken dat wat er in andere steden is ook in Nijmegen zou moeten gebeuren, heb ik gevraagd of we dit idee over mogen nemen. En dat mocht van Ralf. Maar waar zou je zoiets nou kunnen maken en welke soort vergunning heb je daar nou voor nodig? Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Ik zie het al voor me, onderaan in het Kronenburgerpark of zo. Gezellig, hè? Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door reisbureau De Gouden Engel.